Om bouwwerken op een werf perfect uit te voeren, moet de grondwaterspiegel ook op niveau zijn. En hoe je dat goed doet, dat vertelt me René Lambrechts van een erkend boorbedrijf. René, wat is het verhaal achter Geesmeijers? Wel, de firma Smeijers is een gespecialiseerd onderaannemingsbedrijf, actief in de bouwsector. Voor onze klanten verlagen wij het grondwater zodanig dat, op hun bouwplaatsen, zodanig dat zij steeds op een kwaliteitsvolle manier hun werken in een droge bouwput kunnen uitvoeren. Daarbij bestreven wij natuurlijk voornamelijk in het aangaan van lange termijn relaties met onze klanten. Wij beschikken bijkomend over uitgebreid en een performant machinepark en ook een groot aantal zuigerpompen en onderwaterpompen. Die pompen die worden eigenlijk onderhouden door onze eigen onderhoudsdienst. Door het feit dat wij over een vrij groot uitgebreid machinepark beschikken, kunnen wij zeer flexibel inspelen op de noden van onze klanten. Ja. En in welke landen zijn jullie zo actief? We zijn voornamelijk actief in onze topregio is Vlaanderen, maar we zijn ook meer en meer actief in de Brusselse regio en in de Waalse regio. En we hebben sinds kort ook al een aantal klanten in het noorden van Frankrijk. De grondwaterspiegel verlagen door bronbemaling. Wat is dat precies? Wel, Mark, als men in onze streken een bouwput wil uitgraven of een bouwsloof wil uitgraven, dan wordt men al vrij snel geconfronteerd met de aanwezigheid van grondwater. Wij verlagen nu het grondwater tot onder het uitgraafpeil van de bouwput, zodanig dat de klanten hun werken in een droge bouwput kunnen uitvoeren. En alle technieken die daar nu in aanmerking komen om een bouwput of een bouwsloof droog te leggen, die kunnen allemaal genoemd worden onder de noemer grondwaterverlaging. Het begint natuurlijk eerst met het bestuderen van de plannen, om te zien over welke afmetingen we te maken hebben en welke dieptes. En dan gaan we het grondonderzoek consulteren om uit te maken met welke bodem wij te maken hebben, waar de watervoerende zandlagen zich bevinden. En dan gaan we in functie van de te bereiken diepte en de aard van de ondergrond de juiste bemalingstechniek selecteren. Verschillende technieken, zeg je, er zijn er dus meer. Ja, er zijn courant drie verschillende bemalingstechnieken die worden toegepast. De eerste techniek is de techniek met de verticale filters. Die wordt eigenlijk meestal toegepast voor het bemalen van bouwputten tot een diepte van 4 à 4 meter en half onder maaiveld. Als we over grotere diepte spreken, dan schakelen we wel over naar de techniek van dieptebronnen, die mal of niet kunnen gecombineerd worden met een retourbemaling. En tenslotte hebben we voor lange, ondiepere sleuven, wordt ook wel eens courant de techniek met de horizontale drainage gebruikt. Die laatste techniek wordt ook wel eens toegepast voor het bemalen van zeer heterogene gronden, waarbij dan de sleufaanvulling kan gebeuren met goed drainerend zand om de slechte gronden op een goede manier te kunnen ontwateren. Jullie streven altijd naar een win-win situatie bij Smeijers met creatieve oplossingen. Hoe doe je dat? Wel, ik denk dat dat het punt is waarin wij ons het meest onderscheiden van onze concurrenten. Het win-win verhaal begint al eigenlijk in de fase van aanbesteding van een project, waarbij wij onze klanten gaan opmerkzaam maken of er in het project misschien hiaten zitten of grote risico's, zoals het ontwerp zo is. En dan wijzen wij onze klanten daar al in de fase van aanbesteding op, zodanig dat ze zich daartegen kunnen indekken. Anderzijds is het ook zo dat in het ontwerp het misschien ook een beetje overkill is en dat er opportuniteiten in zitten om te optimaliseren. En als ze dan in de fase van aanbesteding daar al mee rekening kunnen houden, kunnen ze later in de fase van uitvoering daar ook een voordeel mee doen. Wij ook natuurlijk, maar ook de bouwbeheer. Als er dan een economisch gunstige oplossing kan gecreëerd worden, iedereen tevreden. Als we dan effectief in de fase van uitvoering gaan, dan werken we altijd op basis van een resultaatsverbintenis. Onze klant heeft dus eigenlijk geen verrassingen. Hij weet dat het opdracht tot een goed einde zal gebracht worden voor een vaste prijs. René, jullie hebben een eigen studiedienst. Vertel eens. Ja, wij beschikken eigenlijk over een eigen studiedienst die instaat voor de dimensionering van de noodzakelijk te voorziene grondwaterverlagingsinstallatie. Dus wij bepalen zelf wat er moet gebeuren om een bouwput droog te zetten. Wij doen dat op basis van de technische info die aangereikt wordt door onze klant en eventueel ook door bijkomende info die we zelf verzamelen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van pompproeven in situ. Voor belangrijke en grotere projecten gaan wij de bronbemalingsinstallatie simuleren door middel van een 3D-computersimulatiemodel, waarbij de impact van de grondwaterverlaging naar de omgeving ook in kaart kan gebracht worden, zodanig dat we kunnen bepalen of er eventuele bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om schadelijke invloed van de bronbemaling ter hoogte van de nabije bebouwing te voorkomen. Dus als dat aanleiding gaat geven tot schade, kan een oplossing erin bestaan, de bouwput volledig hydraulisch te isoleren van de omgeving. Als er nu geen afdichtende kleilaag aanwezig is, ja, dan moet er een combinatie gemaakt worden van waterremmende wanden, aangevuld met een eventuele retourbemaling. Hierbij wordt een deel van het opgepompte grondwater terug in de grond geïnfiltreerd, ter plaatse van de te beschermen gebouwen of ter plaatse van een natuurgebied, zodanig dat daar ter plekke het grondwaterdaling niet optreedt en er ook geen schade kan ontstaan.